Ik heb hier soep gemaakt en in die soep zitten 80 tenen knoflook. Maar je proeft niet dat er zoveel knoflook in zit. Die proef je niet, maar die ruik je wel. Die ruik je wel, ja. Peugeot, oesters, chanson. Het lijkt Frankrijk wel, maar we zijn gewoon in het Hofkwartier. Zondag vond daar de Marché Royal plaats. De Marché Royal is een Franse markt die hier in het Hofkwartier wordt gehouden. Ieder jaar in de maand oktober en dit jaar is het jubileum, want we staan hier voor de 5e keer. Waarom heeft Den Haag dit nodig? Waarom is dit georganiseerd? Er is natuurlijk een hele lange band met Frankrijk. Denk maar aan de Napoleontische tijd, toen Nederland in feite onder de supervisie van Frankrijk viel. Parlez-vous français? Je parle très bien français. Non, fluide. Waarom bent u hier vandaag? Nou, eigenlijk uitsluitend om de panaars te zien. En waarom? Omdat ik 15 jaar geleden een panaar had willen kopen en dat nooit is gelukt. Mijn man die ging vanochtend naar de bakker. Toen kwam hij hier voorbij en toen zei hij, dan moet je gaan kijken, want er staan hele leuke auto's. Dit is een Renault 16 uit 1978. Dus die is al over de 40 jaar oud. En wat vindt u nou zo mooi aan oldtimers? Dat is gewoon de gek die er is. Ja. En sinds 1984 ben ik al oldtimer liefhebber. En bent u ook van plan om deze auto ooit te verkopen? Nou, ik denk nooit. Nee, dat doe ik niet. Hij is veel te mooi en veel te goed. Wat is jouw connectie met de Franse cultuur? Nou ja, we hebben een huis in het noorden van Frankrijk waar we regelmatig komen. En wat ik ervan hou is de relaxedheid en de aandacht voor het lekkere eten. Dit is mijn sfeer. We hebben zelf een huis in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk. En nou, het lijkt net alsof we hier in Frankrijk staan. De geuren en de Franse muziek en de hele sfeer is fantastisch hier. Een Franse markt. Daar horen natuurlijk ook Franse delicatessen bij. Door een Franse markt zonder oesters, dat kan natuurlijk niet. Ik ga je vertellen dat ik vandaag knoflook verkoop. En wat maakt nou zo'n oester zo lekker? De oester krijgt zijn smaak van het plankton wat hij eet. Vandaar dat ook elke oester uit elke streek ook weer zijn eigen smaak heeft. Een puurere smaak als een oester krijg je niet. En waarom houden nou Fransen zo van knoflook? Het is een smaakmaker tot en met. Je kan het overal in gebruiken. Niet zo overdreven zoals ik het doe. Want ik heb hier soep gemaakt en in die soep zitten 80 tenen knoflook. Die is namelijk berucht, maar je proeft niet dat er zoveel knoflook in zit. Die proef je niet, maar die ruik je wel. Die ruik je wel, ja.